Goedemorgen, Marleen. Take two. Hier moet alles vertellen, alles doen. Ze biedt legal video's met Alida, maar hier kunnen we los over de schreef gaan met Alain. je bent 30 kilo kwijt, maar nu gaat die met bijna mee, maar die juffrouw kan dat onwaarschijnlijk aan jouw ogen. En je zei, ja, maar Alain, ik wil wel iets vertellen. Dat is niet enkel door Skinny Love. Hè. Je zit eerst op karakter, denk ik, een hoop kilo's kwijt. Hoeveel? Toch 25. 25? Ja. En dan kwamen de moeilijkste en dan dacht ik, dan ben ik naar Alain. Ja, gewoon ook zo van celluliet en dat je dat ook in centimeters kwijt. Ja, ja. En ook om te onderhouden, zeker de kilo's er niet meer bij. Voilà. En heb je dat nu door? Versta je wat ik eigenlijk wat ik heb gecreëerd met Skinny Love? Snap je dat? Ja. Want je hebt op karakter, denk ik, heel veel kilo's kwijtgespeeld. Chapeau, want ik heb dat ooit geprobeerd en ik was 300 gram kwijt op karakter. En ik dacht, no way. Maar op karakter verander je smaakprofiel niet. Hè? Dus als dat niet tegen zit of whatever dat je zou ooit kunnen meemaken, dan zou je... En nu met Skinny Love, denk ik... Allee, wat voel jij allemaal? Dat is wel belangrijk. Sinds hoe lang pak jij nu Skinny Love? Gewoon meer dan een jaar. Cool. Ja, ik heb het echt correct. Ja? Hoeveel schepjes pak jij? Vier. Cool. Ja, de immuniteit booster. Maar je mag 4 plus 1 doen, hè? Dat weet je stiekem. Hè? Le Claudia en ik doen dat. En Sarah de Bie doet dat ook. Maar dat je dat weet. Ah, ja, cool. Ja. Ah, je hebt stiekem wat meer gekocht of wat? Het is spannend. Ook met ingrediënten in covid-tijd. Het is vreed spannend. Heb jij een gouden tip? Of wat doe jij? Heb jij een cheat day? Zeker. Ik heb niet een afsluitend thema. Met excuses. Ja, er is toch altijd wel een kip inzetten. Tuurlijk, hè? Ah, dat is goed gezegd eigenlijk. Van iemand kan dat bedoelen. En eet jij Skinny Love Proof? Ja. Veel groentjes, gelijk dat Claudia dat juist zei. Ja. Mijn man ook zo ziek. Hij heeft een bijt met een kummer. En bijt hij niet mee? Nee. Maar die zijn alle twee, die eten echt super ongezond. Want mijn zoon ook. Je vraagt mij om van alles mee te brengen. Maar dat is niks. Als jij het lang genoeg gaat doen, dan gaan ze wel zien van... Hé, weet je? Voilà, en in één keer gaan ze wel zeggen van... Tja, ons mama ziet er zo gezond uit, zo fantastisch. Ik ga toch wel... Wat heb jij ook van leuke effecten van die 30 kilo kwijt? Wat is er bij jou zo boeiend? Je voelt je energieker, je voelt je beter. Wil jij ooit nog terug? Ik ook niet, hè. Ik heb een heilige schrik. Ja. Eigenlijk door een foto te zien op een receptie van een collega die met pensioen ging, dat dacht van, Marleen, waar zou je naartoe aan het gaan? Alsjeblieft, stop ermee. Ja, terwijl dat je dat deed, vind ik dat niet zo erg, maar daarna zie je dat pas, hè. Ja. Je wordt dieper en dieper en op een gegeven moment zit je daar een foto. Heb je dichtbij een foto ergens in een gsm? Waar? Zoek het eens mee. Ja, maar dat is niks. Ik heb ook geen bangelijke foto's van vroeger. Als jullie een vraag hebben, voor Marleen, kunnen ze stellen, hè? Wacht, hè. Je hebt dat mooi afgeblieft. Ja, ze zien toch wel dat jij dat bent, hè? My god. Ja, proficiat, hè? Bangelijk. Toch wel goed dat je al die kilo's kwijt bent nu in covid-tijdperk, hè? Goed, hè? En dan een gouden tip... Gelijk Claudia van de Groentjes, de niks aan de groene smorgens. Heb jij nog iets van... Of doe het door. Jij zegt van, ja, ik heb geen vaste cheat day, maar er is wel iets iedere keer op de week dat... Ja, als er iets tussenkomt, een verjaardag van iemand, of ja, een keer dat de kinderen toch zeggen van... Ja, tuurlijk, ja. Ik doe dat ook. Dat we dan een keer, natuurlijk iets losser laten, maar anders toch perfect houden aan die... Ja, cool. Niet dat je goed. Dank je wel. Super tof, hè? En je kijkt veel naar mijn live, zeg je? Ja. En wel, dat geeft mij ook de kracht in de moed. Nu zit eens mee op de live, dat is goed, hè? Super lief. Dank je wel, zo. Dank je.